Geen verbod, maar wel boetes. Taxichauffeurs in Nijmegen weten niet meer waar ze aan toe zijn op de Waalkade en de Griftdijk. Sinds september 2022 zijn de Waalkade en Griftdijk in Nijmegen definitief gesloten voor autoverkeer. Taxichauffeurs streven al jaren naar een ontheffing, maar nu blijkt dat zij deze al lang hebben. Toch worden chauffeurs nog gewoon bekeurd als ze door deze gebieden rijden. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en ergernis. Ik ben 2 jaar mee bezig en tot op heden hebben we geen opheldering van de gemeente. En wat we de enige te horen gekregen gisteren, wat het ook toegegeven is, ja, taxis hebben wel de ontheffing, die mogen wel rijden. Maar van ons part, als wij mogen daarop rijden, waarom krijgen we de collega's de bekeuringen nog steeds? Dus het is degelijk op de bewoording te zien dat de taxichauffeurs mogen daar niet op gaan rijden. Het is alleen bestemd voor de lijnbussen. De gemeente Nijmegen is niet in de gelegenheid vandaag te reageren. Nassir hoopt dat het probleem snel wordt verholpen. Want de Waalkade en Griftdijk zijn een belangrijk onderdeel van een goede mobiliteitsmix. Waardoor wij heel veel klanditie missen. Want daar zitten heel veel horeca, cafézaken, mensen die minder verliet zijn, mensen die met de cruise op en aan gaan. En chauffeurs die daar wel rijden, krijgen zelfs nog een bekeuring. Dus wij proberen zeg maar de bekeuringen te laten seponeren. Dat wij van de gemeente een duidelijke verhaal hebben van oké, vanaf nu mogen jullie het wel. Jullie worden niet bekeurd, zodat wij onze werkzaamheden kunnen verrichten. VVD Nijmegen en Stadspartij Nijmegen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen. Wij hopen dat de gemeente een beetje open en eerlijk naar ons toe is. En die geeft aan van, goh, daar hebben we fout gemaakt. De bekeuringen die gewoon alles worden teruggedraaid. En de jongens die de geld betaald hebben, weer terug te krijgen op hun rekening. Nu weten we niet. Het is voor ons afwachten wat er gaat gebeuren. Zij hebben 6 weken om daarop te reageren. Dus wij wachten gewoon die reactie af. En hopelijk dat ze sneller met de reactie komen dan die 6 weken. De energietransitie gaat de komende jaren veel overlast veroorzaken, omdat het stroomnet moet worden aangepakt, zegt Liander. In de gemeente Lingewaard alleen al moet bijvoorbeeld 1 op de 3 wegen worden opengebroken voor nieuwe bekabeling. De gemeente heeft daarom een overeenkomst met Liander gesloten om de overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. We zijn al volle bak aan de slag hier. Dit is een onderdeel van een grote puzzel die we hier in de regio aan het doen zijn. Bij Bemmel aan de Heuvelse Straat is Liander begonnen met de bouw van een nieuw onderstation. Het is een van de vele projecten om extra capaciteit te krijgen op het stroomnet. Dat alsmaar voller raakt door zonnepanelen, warmtepompen, windmolens, maar ook steeds meer bedrijventerreinen. Ja, die vragen energie. Door de bouw van dit station, maar ook de kabels die we door Bemmel en door Gent en door Doornenburg leggen, zullen we wel wat meer lucht gaan krijgen op dit station en ook wat meer klanten aan kunnen gaan sluiten. Maar alle problemen zijn daarmee zeker niet opgelost. Van de 62 grootgebruikers die op de wachtlijst staan, kunnen er maar 15 worden aangesloten. De rest moet dus wachten. Totdat we meer capaciteit hebben vanuit Tennet en vanuit onze eigen netinfrastructuur. We slaan als netbeheerder en gemeente de handen ineen en we gaan dat doen wat we kunnen om zo snel mogelijk vooruit te komen. Eigenlijk zijn we dus te laat. Nou, te laat is, weet je, dat is lastig om dat zo te zeggen. Het is een enorme opgave om het stroomnet aan te pakken. En dat zal dus overlast geven. 1 op de 3 straten in de wijken moet open. Er komen steeds meer transformatorhuisjes bij. Om al die klanten en ook de mensen thuis te voorzien van de gevraagde spanning. Dat is echt niet altijd leuk voor mensen, dat snap ik ook. En we maken een mooie overeenkomst met Liander, zodat we dat ook op een goede manier doen. Dat we niet in 1 keer een hele wijk afsluiten of dat we zorgen dat mensen niet meer bij huis kunnen komen of bij de winkel of zo. Maar weet wel, als we niks doen, dan hebben mensen er op termijn nog veel meer last van. De 3 zero-emissiezones die vanaf volgend jaar in Nijmegen zullen gelden, zorgen voor weerstand bij inwoners van de omliggende wijken. In de zero-emissiezones zal alleen vrachtverkeer zonder uitstoot worden toegestaan. Door een levertijd van 6 maanden voor nieuwe voertuigen en de bijkomende kosten verwachten omwoners dat er meer vrachtverkeer door een woonwijk naast deze zones zal rijden. Vanaf 2025 krijgt Nijmegen 3 zero-emissiezones in de binnenstad Hof van Holland en Heijendaal.
Binnen een zero-emissiezone mogen ondernemers alleen maar met bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden. Bewoners in wijken die naast de komende zero-emissiezones liggen, zijn op zijn zachtst uitgedrukt niet blij. Zij vrezen een toename in het verkeer binnen hun wijk. Ja, inderdaad. Beter van niet, maar het is niet altijd mogelijk, denk ik. Het is nog niet bekend wat er gedaan kan worden tegen een toename in vrachtverkeer in de wijken om de drie zones. Onderzoek wijst uit dat het zonder maatregelen in sommige straten tot wel 450% drukker zal worden in 2032. Nee, ik zou geen idee, nee. Maandag diende opnieuw een kort geding van ondernemer Levent Karahan tegen de gemeente West-Maas en Waal. De gemeente blies vorig jaar eenzijdig een deal met de ondernemer op om in een pand in Baasbommel Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Karahan vindt dat de gemeente hem onvoldoende schadeloos stelt. De rechter veroordeelde de gemeente West-Maas en Waal eerder tot volledige vergoeding van de huur en de kosten. Alleen het vergoeden van de huur kost de gemeente nu 150.000 euro per maand. Dat bedrag kan oplopen tot 1,8 miljoen euro. Met alleen de huur neemt Karahan geen genoegen. De ondernemer zegt ook kosten te maken en inkomen mis te lopen, betoogt hij in de rechtszaal. De rechtbank in Arnhem doet uiterlijk 4 april uitspraak in de zaak. Sinds vanochtend wordt er weer gestaakt bij chipmaker NXP. Leden van vakbond FNV leggen voor 48 uur het werk neer uit onvrede over de vastgelopen cao-onderhandelingen met hun werkgever. FNV staat er echter helemaal alleen voor. De overige drie vakbonden willen juist verder onderhandelen. Zij vinden de eisen van de FNV onrealistisch. Zo eist FNV 9% meer loon voor de ongeveer 2300 medewerkers van NXP in Nederland. Als compensatie voor de gestegen inflatie. NXP wil voorlopig niet meer bieden dan 4,5% per jaar. Volgens een woordvoerder van NXP zijn vanmorgen meer mensen komen werken dan vorige week bij de 24-uur staking. Toen legde ongeveer 5% van de medewerkers het werk neer. In de Fasem in Nijmegen kwamen vandaag 100 bedrijven bij elkaar om leerlingen van het VMBO te enthousiasmeren over hun werkgebied. Meer dan 300 leerlingen van verschillende middelbare scholen in Nijmegen kwamen langs om inspiratie op te doen voor hun vervolgopleiding. Jochem van Gelder en wethouder Greet Visser openden het beroepenfeest. We zijn hier op het beroepenfeest van Regio Nijmegen On Stage, waar wij 1000 VMBO-leerlingen uit de regio in contact brengen met 250 beroepsbeoefenaren van allerlei verschillende sectoren. Met als doel om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken voor de doedag. Want over 2 weken gaan deze leerlingen bij die bedrijven meelopen om te kijken of zij dit beroep leuk vinden en misschien willen kiezen. Een heleboel kinderen die vinden school niet zo interessant, maar als je motivatie hebt om te studeren, namelijk ik wil graag in de zorg werken of ik wil keigraag ambulancebroeder worden of ik wil de techniek in, ik zeg maar wat, dan loop je harder. Dan ga je harder, beter studeren en dan heb je minder kans dat je uitvalt en dan heb je meer kans dat je een leuk leven tegemoet gaat. Nou ja, ik benijd deze jongens en meiden wel. Die staan op het punt dat zij nog kunnen kiezen. De hele wereld ligt aan hun voeten. Er is meer dan ooit behoefte aan VMBO-leerlingen, hè? Want dat is eigenlijk de ruggengraat van onze samenleving. Dus was het vroeger nog iets waarvan de ouders zeiden, VMBO, mijn kind heeft VMBO, jammer. En nu mag je hopen dat je kind VMBO heeft, want dat betekent dat zij uiteindelijk in een beroep terecht gaan komen waar ongelooflijk veel behoefte aan is. Ook voor de 100 bedrijven die aanwezig zijn, is het belangrijk om de leerlingen warm te maken voor hun beroep. En voor bedrijven is het belangrijk, omdat zij hun sector in de picture kunnen zetten. Er zijn veel sectoren met tekorten, veel beroepen die echt mensen nodig hebben. En die kunnen op deze manier al op jonge leeftijd in contact komen met leerlingen. Dus eigenlijk met hun aanstaande collega's. Er is een enorm tekort in bediening, in de horeca en in keukenpersoneel. En we vinden het ook gewoon een heel mooi concept dat jonge kinderen gewoon wat meer worden geholpen in hun hele zoeken van wat ze willen. Zelf wist ik het ook nooit en ik ben toen in de horeca terechtgekomen. En het is gewoon zo'n mooi beroep om jezelf te leren kennen en verder te groeien. Wij vinden het belangrijk dat we leerlingen en kinderen al jong kennis laten maken met de techniek en daarbij ook de elektrotechniek. Zodat ze in de toekomst een goede keuze maken in het vak wat ze graag willen beoefenen. Toch hebben de meeste leerlingen al een idee welke sector ze in willen. Ja, zeker. Ik heb naar defensie gekeken. Ja, iets met sport.
en iets met sport en in de bediening in een restaurant. Ministerie van Defensie. En waarom ministerie van Defensie? Omdat mijn vader het ook deed. Ook Van Gelder wist al vanaf de basisschool wat hij wilde worden. Toen kwam ik bij meester Cor van Geffen in de klas. En ik dacht, dat wil ik ook gaan doen. Wat meester Cor van Geffen doet, want dat was echt een topmeester. En vanaf dat moment was het voor mij duidelijk. Huisarts lijkt me nog steeds een heel erg mooi vak. Ja, het is alleen een hele lange studie. Het was vandaag weer prima voorjaarsweer met veel zon en lokaal zo'n 16 à 17 graden. Morgen verandert dat nog niet veel. Er komt zelfs een graadje bij. Daar moeten we maar even van genieten, want na morgen keldert de temperatuur weer flink en neemt ook de kans op neerslag verder toe. Donderdag moeten we het doen met maxima van 14 graden. Ook lekker, maar wel een stuk minder dan woensdag. Ook zal de bewolking overheersen, waardoor de zon maar beperkt te zien zal zijn. Vrijdag leveren we nog een graadje in en krijgen we in de tweede helft van de dag met flink wat regen te maken. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 19 maart. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt altijd op onze website rn7.nl. Morgen zijn we er weer. En dan bezoeken we onder meer een iftar in de Nijmeegse wijk Hatert. Een maaltijd die deelnemers aan de Ramadan na zonsondergang mogen nuttigen. Graag, tot dan!